het in Hawaïiland? Ja, goed. Goed, ja. En dat poeder mix je gewoon met water? Ja. En dan gewoon crushen? Crushen. En dan... Papje maken? Ja, eerst water, waterig. En dat water moet je afgieten. En dan moet je nog een keer... Je moet het eigenlijk een paar keer spoelen. Dus er zit kennelijk vervuiling bij, standaard. Mm. Deze viel net gaten in. Mm. En die heb ik gewoon, terwijl die warm was, gewoon bovenop gedaan. Ja. En even kijken of wat excess... En dan moet het drogen eigenlijk eerst, zoals die is nou droog. En dan pas ga je het vervuren. Ja. En die kan dan een beetje meedrogen en zo. Ja, precies, als het toch warm wordt. Precies. Ja, het wordt echt bolletjes. Ja, precies. Dat geeft niet dat het zo heet wordt. Ja, die was net ook helemaal zo. Ja, het wordt toch glas, het gaat toch smelten, het wordt toch een beetje... Ja, precies. Oh ja, dan vloeit het een beetje uit. Ja, maar het is kennelijk een pigment wat absoluut alle hitte kan hebben. Kijk, je ziet daar aan de achterkant zit ook echt wel heel veel nu. Dat is ook een hele moeilijke, deze heeft een heel grote opening. Dus ik weet niet of deze al goed gaat. Vet hoor. Ja, het is wel heel leuk. Ja. Filmen. Ja. Oké, sorry. Nee, dat geeft niet. Er staat gelijk wat uitleg op. Ja. Dat is wel leuk voor mensen om te zien. Voor wie ik het maak in ieder geval. Mm-hmm. Je kan het gewoon rood gloeiend maken. Hè? Het is gewoon echt. Okay. Maar het zal wel invloed hebben op of het dan een beetje groenig of blauwer wordt, want ik zie wel kleurverschil. En met die belletjes, dat weet ik ook nog niet helemaal hoe dat. Wel ja, belletjes kan uit, kan ook mooi zijn. Maar een tweede keer verwarmd worden, dat vindt hij niet leuk. Nee? Nee, daar zie ik onder dat het echt nat donker is. Ik weet niet of ik dat nog een beetje kan oplossen. Maar... Ja, het moet gewoon in één keer goed gaan. Ja. Kan je het ook weer makkelijk uitbreken? Is het gewoon... Ja, want ja? Wel met een diamantvreesje eventjes... Ja, maar je kan het ook uittikken of niet? Ja, denk het wel. Zo ziet het er wel uit. Nou ja, tweede keer verwarmen is ook echt een manier om het eruit te halen. Het gaat er geen keer helemaal kapot. Grappig. Blijft echt niks staan.